Shalom. Heerlijk op pad in de bergen en even stoppen bij een lekkere frisse waterbron. Dat klinkt goed, hè? Nou, dat is precies wat we deze keer gaan doen. We gaan het Gilboa-gebergte verkennen. En we stoppen ook even bij Ein Garot. Dat is de Garotbron. En over die bron horen we in de geschiedenissen van Gideon. Tijd om op pad te gaan. Kom mee. Wat een gave rit, hè? Zo over de bergrug van de Gilboa. Waar zijn we eigenlijk? We zijn in het noorden van Israël. Je ziet hier het meer van Galilea en de Middellandse Zee. Vanuit de Middellandse Zee loopt de Jezreelvallei richting de Jordaan. En dat is ook nu nog een hele belangrijke oost-westverbinding. Aan de zuidkant van de Jezreelvallei bevindt zich het Gilboa-gebergte. En aan de voet van het Gilboa-gebergte ligt Ein Garot, de waterbron. We gaan eens even wat beter kijken naar het verhaal van Gideon. Het volk Israël was onder leiding van Jozua het land Kanaan binnengekomen. Het land was veroverd en elke stam had zijn eigen grondgebied gekregen. Je zou denken, nu kan het volk in alle rust de Heere dienen. Maar helaas, het loopt anders. Het volk valt al snel in afgodendienst. En dat laat God niet ongestraft. God laat toe dat vreemde volken het land Israël binnenvallen. Een van de volken die Israël binnenvalt is het volk van Midian. De Midianieten zijn een nomadenvolk die leefde in de woestijn van Arabië. Het waren nakomelingen van Midian, de zoon van Abraham en Ketura. En vanuit de woestijn konden ze via de Jordaanvallei en de Jezreelvallei tot diep in Israël binnendringen. En wat deden ze? Ze kwamen precies in de tijd van de oogst. En dan roofden ze alles weg. Het volk Israël was bang, want het gebeurde wel 7 jaar achter elkaar. Ze verstopten zich in grotten en bergvestingen. En ze riepen in hun nood tot de Heere. En de Heere hoort. God gaat zijn volk verlossen. En daarvoor gebruikt hij Gideon. Gideon is een man die kwam uit het dorpje Ofra. Een klein dorpje wat ligt in de Jezreelvallei hier achter mij. Die geschiedenissen van Gideon kun je lezen in de Bijbel. Lees zelf maar eens na. Gideon is gehoorzaam aan de opdracht van God. Hij roept strijdbare mannen op om te helpen in de strijd tegen Midian, uit de stammen Manasse, Zebulon, Aser en Naftali. En ze verzamelen zich bij Ein Garot, de Garotbron. Garat betekent in het Hebreeuws beving, dus de bron van de beving. Het water uit deze bron komt vanuit het Gilboa-gebergte. In de winter valt daar de regen en de bodem zuigt dat water op. En zo kan er het hele jaar door helder fris water ontspringen aan de voet van het gebergte, de Garotbron. Terug naar Gideon. Duizenden mannen staan klaar om hem te helpen. Maar wat zegt Gideon? Alle mannen die beven van angst mogen naar huis. En daar gaan ze. Wel 22.000 man verlaat het leger bij de bron van de beving. En nog is het niet genoeg. Want God wil het volk leren dat de overwinning niet komt door een machtig leger, maar dat God de overwinning gaat geven. En dan geeft Gideon een wonderlijke opdracht. De mannen moeten water drinken uit de bron. En een deel van de mannen valt plat op de grond en likken het water als het ware op. Andere mannen vallen op hun knieën en drinken het water. En die 300 mannen die het water oplikken als een hond, dat zijn de mannen die God gaat gebruiken in de strijd. In de strijd die volgt zien we dat de overwinning enkel en alleen van God komt. Misschien voel jij je ook wel machteloos of sta je voor een onmogelijke taak. Kijk niet naar jouw kleine kracht,
maar verwacht het van God. Van de geschiedenis van Gideon leren we dat de overwinning van God komt. Van een andere geschiedenis die zich ook hier afspeelt, zien we helaas dat het anders kan aflopen. Jaren later worden ook mannen verzameld voor de strijd. Koning Saul heeft ze opgeroepen. En wie is de vijand? De Filistijnen, die helemaal vanuit het zuiden naar de Jezreelvlakte zijn getrokken om tegen Saul te vechten. Saul is bang. Hij heeft hulp nodig, maar hij zoekt zijn hulp niet bij God. Hij bezoekt een waarzegster in Endor, een dorpje wat ook in deze vlakte ligt. Dan ontbrandt de strijd op het gebergte van de Gilboa. Zou Saul daar bewust zijn gaan vechten, omdat de Filistijnen daar niet kunnen komen met hun strijdwagens? Hoe dan ook, loopt deze veldslag slecht af. Saul en zijn zonen overlijden op dit gebergte. Gideon en Saul. Beiden hadden een machtige vijand tegenover zich staan. En wat maakt het verschil? Op wie ze hun vertrouwen stelden. We lezen in het Nieuwe Testament nog een keer over Gideon. En daar lezen we het geheim van zijn overwinning. De overwinning kwam door het geloof. Leuk dat je keek naar deze aflevering. Wil je meer weten over Israël? Bekijk dan onze andere video's. En abonneer je eventjes op het YouTube-kanaal. Heb je genoten van de video's? Overweeg dan eens om een donatie te doen via onze website www.deverkenners.info. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten.